Dus food is life. Kijk hoe lekker die truffel eruit ziet. Oh. Een burger met extra cheddar kaas en tweede shell. Je gaat dik. Wordt dik. Ze was eerst fel tegen. Maar omdat ze zo moe is en dat ze zo veel gegeten heeft. Geef ze toe. Hebben jullie ooit wel eens echt ruzie? Jij bent echt zagrijnders. Jij bent arrogant. Jij bent zagrijnders de hele dag al. Oh, echt nice. Ik ben letterlijk echt een bitch ben. Wil ik geen onderbroek aan ook? Hey, dit wordt gevlogd, Jill. Welkom bij een nieuwe vlog. Zoals je ziet is het een beetje een andere setting. We zijn nu in mijn huisje. Ja, voor het eerst een nieuw appartement. Dus even een nieuwe vlog dagboek setting. Normaal is het bij vibes. Normaal is het bij mijn huis en kantoor. Maar nu wordt het shoulderhuis ook wel bij betrokken. Dus we worden helemaal een blauwe plaats. Is dat er? Ja, ik woon dus in een drukke straat. Okay. Deel 2 van Ibiza. Welkom bij onze nieuwe vlog, deel 2 van Ibiza. Waar we op het einde van de reis een beetje chagrijnig worden. Zo noemen we elkaar als we echt een beetje gehad hebben van alle shoots en buik inhouden. En foto. Waarin we weer heel veel eten en alles een nieuwe outfit show. Dus ben je nou benieuwd? Blijf kijken deze vlog. En ze blijven aan de hand. Bij Elsin en Kito. Hoi. Hoi vlogger. Hoi. Hi mami. En Jultje, je zit het licht in. Oh, en we gaan mij filmen. Very nice, very nice, very nice. I'm with the most prettiest woman on earth. Heerlijk aan de kava. Gorgeous, Holly, gorgeous, you're gorgeous. Ik denk, ga even filmen. Ja, precies. Ik blijf jij wel filmen hoor. Oh. Oh, you're so pretty. Ik moet echt een foto van je maken hoor. Echt heel leuk. Oh, dit, hier maar die, gaat maar die gek om worden als ze straks aankomt lopen van haar. Smashed potatoes met truffel. Wow. Calamari, goat cheese, salade. Ik heb nog niks. Daar heb je er. Kijk wat je gezegd over de truffel. Ik was jullie net aan het zoeken. Kijk hoe lekker die truffel eruit ziet. Oh, dat gezicht bedoel ik. Oh, schrijf er allemaal eentje op. Maar die heeft geen glas. Oh, ik heb er niet glas. Jij hebt er 2 glas. Oh, op iedereen. Love you all. Love you, 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 cheddar kaas. Oh, ik vergeet de mayonaise te vragen. Deze zit heel gezond aan de salade, voor het eerst, maar wel met truffelaardappel. Wat is jouw eten, Tyrone? Wat heb jij besteld? Harley heeft ook niks. Oh, Harley heeft ook nog niks. Nee. Zo lekker. Pasta Roma is voor jou dan. Oh, het ziet er ook vast lekker uit. Parmezaan. Parmezaan er is. Dat gaat ze hoor. Bunker ready af. Oh, heerlijk. Oh. Het zit aan je neus. Oh, nee. Nee. Ja. Oh ja, nee. En hoe was het? Is het delicious? Is het het buikje waard? Yep. Wat heb jij ermee? Kan niet praten. Kan niet praten? Zo lekker? Ik wil alleen maar eten. Oh, dit is heaven! Oh my god. Jill heeft natuurlijk weer 2 dessert besteld. En burger met extra cheddar kaas en 2 dessert. Je gaat lekker! Je gaat dik. Ja, sorry. Letterlijk en figuurlijk. Wordt dik. Wordt dik. Tyrone, zit je nou weer op je telefoon? Tyrone, zit ik een kameel? Ik moet een kameel zoeken. Ik ben het wordt oh ja! Jij bent zo gezellig, jongens. Laat lunch. Het is al 6:30 en we hebben net geluncht. Die scherp is omhoog. Honey! Hij is kapot. We zijn in Ibiza voor een fotoshoot, maar we vreten alsof ons leven ervan afhangt. Ik neem een burger met extra cheddar kaas, en 2 toetjes, mayonaise, noem maar op. Wat is ons geheim? Eigenlijk helemaal niet. We eten alles wat we willen. En ik denk ook dat we wel goede aandacht hebben van mama. Want als ik denk als wat wij allemaal eten, zou je echt wel wat voller zijn dan wat wij nu zijn. Hoewel ik wel 4 kilo ben aangekomen sinds de China trip, Ibiza, LA, Ibiza hoor. Dus tuurlijk gaan we ook niet oncharmant op de foto staan, zodat jullie het wel kunnen merken. Maar als wij dan eventjes een beetje gewoon rijst en wafels eten met geitenkaas en alleen maar water drinken, dan gaan we vervolgens dan ook weer dat ik weer helemaal slank ben. Bij ons gaat het ook weer snel af. Ja. Komt er heel en snel kantoor bij. Kantoor hebben we wel heel goed op ons eten gelet, dus daarvoor lijkt het niet zo extreem. Maar we hebben zoveel cravings gehad naar hamburgers, friet, mayo, ketchup, alles wat je maar kan denken. En we hebben denk ik wel echt een lekker lunch bij Ibiza gehad bij El Chiringuito. El Chiringuito. Chiringuito, sorry. Echt, die truffel smashed potatoes, zag mijn gezicht al. Ja, ik denk ik ga hem niet filmen. Ze wisten dus niet dat ik er ging filmen. Nee. Dus food is life. Ja, en ook als je met Romee op vakantie gaat, dan ontkom je ook niet aan al het eten. Nee, ze weten ook echt de hotspots voor alle leuke plekjes. En bij Romee is het altijd voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht en bij ons ook. Dus. Maar hij gaat voornamelijk om de toetjes. Ja, jij kent dat eerst naar de toetjes op de kaart. Ja. Zo. Wij gaan naar Bloemarie. Oké, closing party. Oeh, ja. Doei.
We hebben er zin in. We hebben er zin in. En we staan niet op de lijst, dus we zijn benieuwd of ze in de rij gaan staan. We gaan crashen. Ik doe gewoon of ik iemand ken in de rij vooraan. Ja. En dan gaan we naar de keepers. Wat is de keepers? Het is echt de meest ordinaire shotjes bar van het eiland. Oh. Nou, let's do that. Niet dat dit chique is. Ik wil naar het Saga. Normaal, het is not very chic. Ik draag trouwens de nieuwe destinatie die ik van Bobinus heb. Te cute. Met mijn Bershka broek. Oh. Harley, je moet aan de andere kant. Zo, we zitten. Kijk haar nou, mijn little mermaid. Hi. Je glitstert helemaal. Kijk hoe mooi die roze lucht is. Wauw. Wij zijn onderweg met de girls. With them girls. De echte party hardy family. The die hard. The die hard. Nee, grapje, laf je eromheen, mama. We zijn nu onderweg. En we hebben er super veel zin in. Ik ben benieuwd hoe het is. Ik ben nog nooit met mijn man geweest. Nee? Nog nooit. Maar je hebt niks gezien. Oké, volgens mij is het nog nooit zo druk geweest. Is het allerdrukst wat ik het ooit heb gezien? Ja? Ja. Jullie glimmen zo leuk. Ik ben de enige die niet iets met sparkles heeft, jongens. Wil je mijn giletje aanvallen? Oh my god. Wil je mijn tas? Je tas? Nee, schat. Ga maar. Okay. Vind jullie heerlijk sparkelen? We komen niet meer binnen. Huh? Nou, met de magic hands. Maar wel diezelfde. Nee. Jongens, ze slapen echt nog niet 10:30. Ik slaap ze wel. Jezus. Nog een slot. Ze zijn wel bang dat ze gestolen worden. Ja. Hoe was jullie avond bij Blue Marlin en waarom was Romee en mama niet mee? Nou, Blue Marlin was op een zondagavond en we hadden toen al 2 volle dagen geshoot. Ook natuurlijk omdat we vrijdag al echt zo vroeg aankwamen. Meteen ging de shoot dat niemand echt zijn rust had gepakt. Romee was ook heel erg moe door het werk natuurlijk, want ze is ook al heel druk. Dus ik had er eventjes geen zin in en mama dacht, nou dan blijf ik gezellig bij Romee aan. Ja. Dus wij zijn met de virus uit geweest. Ja. Het was super leuk. We zijn nooit bij Blue Marlin geweest. Nee. Ze hadden ons helemaal opgedoft en dan ging je gewoon heel denk, nou we zien wel hoe wat. Het publiek viel ons veel mee. Ja, ik had echt veel erg verwacht. Veel ordinairder, maar we begonnen gewoon leuk daar. Maar we zijn uiteindelijk naar de VIP gegaan, dus dat is super gezellig. Ja, en ik had op een gegeven moment ook wel klaar mee. Dus we zijn best wel vroeg naar huis gegaan. Maar... Ik denk dat 10:30 thuis waren. Ja, het duurde tot 12. Maar je moet sowieso niet bij zo'n close party pas om 12:00 weggaan, dan is het mega. Maar op een gegeven moment was het echt alleen maar party, hardcore, weet ik het allemaal wat. En al die troep. Ja, dus we zijn gewoon lekker op tijd naar huis gegaan. Ja. Dus we hebben hem heel leuk aangepakt. Maar wel heel gezellig gehad, sfeer. Leuk foto's gemaakt. En we hadden een hele grote beveiliger naast ons. Die hebben nog nooit een grote man gezien. Dan helemaal lol mee. En al die verschillende mensen en typen altijd leuk om naar te kijken. Ga maar dan. Kijk hoe mooi Shield eruit ziet. Voor Leo. Een hele mooie. Ja, hoe noem je? Cupcake noem je jezelf. Maar een hele slanke cupcake, ben je. Kijk dan. Oh. Is dit met je videofoto? Wedding. Ja. Marie, kom even. Wie gaat er trouwen? Ik eerst. Wij gaan zo de boot af. Nou, Harley helemaal op en top in glass en glam. Jazeker. Heerlijk. Mama ook helemaal over de top. Tyrone is een snake sizzling. Oh, Romee is ook helemaal over de top gekleed. Wel. En zo gaan wij de boot af. Oh my god, zijn wij filmen hoe ik de boot af ga. Ik neem ook mijn bescheiden tasje mee vanavond. Oh, de batterij is bijna leeg. Echt opladen voor Leo. What the fuck? Hoe kan dit? Hoe leuk. Maar huid niet aan Leo. Zit niet lekker. Het staat zo mooi, Jill. Het staat zo mooi. Doe nou. Misschien. Oké. Oh mijn god. We moeten nu op dit bootje. Ik wil geen onderbroek aan ook. Hey, dit wordt gevlogd, Jill. Ja, maar ik kan niks doen. We zijn al zo chic gekleed. Hebben we dat al uitgelegd? Want we rechtstreeks naar Leo gaan. Ja. Niet dat ze denken dat wij zo van de boot afkomen. Zullen we wel denken dat wij hoeren zijn? Nee, hey, jullie moeten vieren. Nee, dat past niet. Oké. Bye bye. We'll wait for you. Zwaai. Oh, ik ga helemaal stuk hierop. Doe maar Titanic denken. Bye. Kinderen eerst. I love you, Jack. I love you. I love you, Rose. I'll never let go. I'll never let go on you. Oh, waar is die ketting? Die wil ik. Hij doet het niet. Oh, nee. Wel. Oh, ik ga helemaal stuk. Romee is scheidbang. Wat een aansteller, hè? Nee, was ik net links of rechts? Oh. Zeeziek. Nu wagenziek. Wat wil je? Oh, shit. Oh, oh, weer. Ik heb al een bult op mijn hoofd. Zie je er mooi uit, sis? Dank je. Jij ook, Sissy. We zijn er. Benio, te laat. 10 minuten, valt best mee. Ja, ze zitten eruit. Oh, mijn kaartje ziet eruit. Thank you. Tyrone is nog even de hakken aan het aandoen. Harley, je topje glittert de pan uit.
Wat leuk. Nou, onze taak is natuurlijk, we are the models van our own brand, maar we doen ook de styling natuurlijk zelf. Harley is mee als make-up artiest. Ja. Met haar bedenken we samen de looks, maar voornamelijk wel Harley. En dan... Tarone is onze fotografe. Flash stylist. Ook heel erg creatief en die weet ook onze houdingen, hoe we moeten poseren. Dus dat regelt ze eigenlijk ook allemaal eigenlijk wel automatisch een beetje met ons. Mama en Romee zijn vliegen keep in alles. Die helpen mee met de make-up looks, het pruiken opzetten, met tillen, met de looks afmaken. Schermen vasthouden voor belichting, ja. Noem maar op. Romee staat nog gekozen voor ons één dagje, dus als ook wel de rotsklusjes eigenlijk. Nee, gewoon om ons te helpen zijn ze er gewoon met alles wat we vragen en alles wat ze kijken kunnen. Of haar goed zit tijdens de shooten, hoe we moeten staan, buiken. Vloggen onder andere naar het nieuwe beeldmateriaal dat we nog niet laten zien, maar die gaan we natuurlijk wel later posten. Dus ook het nieuwe vlogmateriaal moet bij poseren en zo. Dus dat zijn ongeveer iedereen's taken, maar iedereen springt bij waar nodig is. Als Harley bijvoorbeeld een dagje wat nou, niet make-up kan, want dat is niet, maar meer hoeft bij te werken, dan staat ze ook met de schermen. Met de schermen en noem maar op. Dus we hebben echt gewoon het allerbeste team dat kunnen bedenken. En ja, we gaan er zo blij met allemaal jullie. We love you big time. Big time. Want dankzij jullie hebben we zulke mooie foto's. En de beelden zijn niet normaal. Kunnen jullie wachten tot we geposten? Ja, we gaan dit begin december posten. Want het komt januari al in de winkels. Dus we hebben nu alles al geshoot. En 27 november is onze modeshow. In Encore. In Scheveningen. In Den Haag. Sneak peek. En daar zullen we ook al kleine sneakjes van onze collectie doen. Dus we zouden wel na een show wel moeten om een collectie te showen. Want alles wordt dan gepubliceerd met pers en met influencers. Iedereen gaat dan filmen, de finale. Dus dan gaan we het een beetje aan jullie laten zien. En het wordt een beetje bald. Stinky heeft alles al gezien. Vergeet niet. Heb ik dat al? Het is wel erg stil met mijn puppy, hè? Freddy! Onze shootlocatie voor vandaag. Kun je niet heel veel ervan filmen. De outfit dan, maar wel de locatie. Casa Cook heet het. En het is echt prachtig. Kijk hoe alles strak is. Met het hout. Ik ben benieuwd. Oh, dit is heerlijk. Kijk die heerlijke bedjes. Met het zwembad. My god. Hoe gaaf. Hoe luxe. En strak is het hier. Ik ben nu in de Casa Cook hotel. En ze hebben een prachtige kamer. Een heerlijke douche. Nou, de wc is niet... Zo denderen, maar laat toch zien. En dan loop je via het bed en de mooie bankjes door naar buiten. En dan hebben we dus een eigen privé zwembadje met heerlijke bedjes. Dit zijn allemaal? Ja, net, ja. Hoi, Sjoel. Niet van de voorkant hoor. De voorkant niet. Oh wel, dit is... Oh ja, 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 ja. We hebben net een fotootje gemaakt voor op Instagram. En Taron is het meteen aan het versturen. Het zit gewoon niet vandaag. Nou, het is hartstikke leuk. Ook op dit beeldmateriaal is het heel leuk. We zijn nu bij Casa Cook. Kijk nou, alles is gewoon met branding. Tot de detail als je nou even gaat laden. Oké. Nou, never mind. Zit er wat tussen de foto? Julie Reiners. We hebben ook weer de trekkingpakken aan. Die komen weer terug, girls. So happy. En more comfortable. Ik lijk heel erg ingezakt. Ingezakt? Ja. We gaan lekker lunchen. Met het team, met het team. En die hebben ook nog eentje onder. Alleen de zwembad had ik eraf willen shoppen. Oh. Maar als ik hem op Instagram zet, gaat het er sowieso niet af, denk je? Ah, misschien nee. Wel, ja. Omdat hij hem sowieso krop. Ja, maar ik heb allebei de acties aan. Maar ja, wat jullie willen. Cheers! Cheers, Noon! Food has arrived. En iedereen is lekker aan het smullen. Hè, Marie? Heerlijk, hè? Lekker, lekker, lekker. Ik drink alleen. Ja, jij drinkt alleen. Jij moet slank blijven. Ja. Zo, Marie die heeft... Die, ze is om. Die ze is was om. Eerst fel tegen. Maar ik doe het puur omdat je niet leuk maar omdat ze zo moe is en dat ze zo veel gegeten heeft. Geef ze toe. Accepteert ze het. Ben je blij met je kids? Ben je voor baby? Dat valt nu echt reuze mee nog. Echt niet. Jawel, toch? Zijkant. Mag maar dat je mijn buik ziet. Baby Ibiza. Marie, waar was je zo fel op tegen? Ja, je ziet een stukje in de vlog dat ik Taron aan het knuffelen ben en ik helemaal chagrijnig ben. En ik weet niet meer zo goed waar ik wel, want Taron die had eindelijk een plekje gevonden met tegenlicht. En wij willen dus nooit met tegenlicht shooten. Dus Marie zegt, oké, prima. En dan heb ik gewoon gefilmd. Marie geeft Taron nooit gelijk. Oh,
Echt nooit. Je weet gewoon heel goed wat je wilt. Ik weet gewoon heel goed wat ik wil. Volgens mij was ik toen heel erg moe. En toen dacht ik van, nou prima, ik doe het maar. En uiteindelijk was het beeld leuk. Dus ik denk dat dat het moment was dat ik dat, dat, dat toch toe had gegeven aan Troon. Ja. Sorry, Tadaan. We mogen helaas niet onze nieuwe collectie laten zien. Maar we hebben inmiddels wel onze allereerste kerstcollectie getropt. En de reacties zijn echt lovend, echt super anders als iedereen. Dus we zijn heel erg blij dat jullie het ook zo leuk vinden, net als onszelf. Dus vanaf volgend seizoen komt er zeker weer opnieuw een kerstcollectie. Mede dankzij al jullie love en support. Dus we zijn heel erg blij en we zelf kunnen wachten tot het dragen. Ik ga hem niet echt alleen met kerstdagen. Ik kan natuurlijk gewoon, als je uitgaat, uit eten, dan kan ik overal stijl verdragen. Maar hebben jullie nog vragen over onze kerstcollecties, over ons? Comment ze below, dan gaan we dit meenemen in onze volgende vlog. Dan gaan we weer leuke vragen. Questions and answers doen. Dus let us know. Het ziet er zo even uit in onze vlog. Wat doet ze even? Ons ontbijtje staat er hoor. Kijk, ons, ons genieten met z'n allen. Zo heerlijk. Mag ik jou filmen hoor? Ja, niet. Zo wel. Zo wel. Ik heb yoghurt met mosli en honing. Het ziet er nu niet heel erg lekker uit, maar het is het echt, echt, echt. En we hebben deze view. Het is echt mega rustig. Dus we hebben echt al bijna een privé-strandje. Oh my god. Lunch is served. We zitten tegen tegenlicht. Beter verwend dan verwaarloosd. Inderdaad. Dat is ons motto voor deze trip. Beter verwend dan, dan verwaarloosd. We filmen van achter van ons kontjes. Ja, doe jij eens anders. Ik heb een mooie kont. Ja? Jullie zitten allemaal in tegenlicht. Ze zijn meegedaan door de sangria, jongens. Heel vervelend. Nou, hij doet het niet. Nee, kom maar weer, zijn helemaal in good shape. Helemaal in good shape. Cheers. Cheers. Waar ga ik beginnen? Mary. Ik weet het niet, haar. Zo, we hebben een heerlijk stranddagje gehad bij CBBC. Ik had heel veel hoofdpijn vandaag. En even geen zin in het zoeken zo vroeg en met de pruik op. Dus we zijn even lekker naar het strand geweest. En dagje om te relaxen. Mijn mama blijft ook maar 4 dagen. Dus jullie blijven een week. En we hebben al 5 dagen erop zitten. Dus ik en mami en Romee is daar. Ga lekker winkelen. Zo van het strand. Uit de zee. Van het strand. Lekker rode boontjes. Gaan we winkelen. Vol met zand. En ik heb Ryder slippertjes aan. En ik heb al bruine benen. En Harley heeft een nieuwe collectie aan, dus ik kan Harley niet filmen. Normaal gesproken hebben wij het aan en nu weer Harley gedaan. En ik wil naar Osiris, ik weet niet of ik het goed uitspreek, voor leuke bikinis te kopen. Ik heb ook een leuke belt bag van Balenciaga van Bobeans. De uitvinding van de eeuw. En het is gewoon ook gewoon niet zo warm vandaag. Ik heb deze ook gevraagd gekocht. Het is een leuk strandje, maar nu in de zon kristen dit. Trouwens, als jullie denken, dat heb ik niet bang, dat is ook een muggenbult. Ik zit dus helemaal onder een muggenbult. Onder mijn voeten, benen, billen, armen, buik, op mijn gezicht. Lang leven make-up. Belletjes. Oh my god, dit is insane, jongens. Iedereen denkt, waarvoor sta ik hier? Maar dit is beeldig. Mama voelt zich net een kind. Oh, wat heerlijk. Dat is toch te leuk, jongens. Dit is beeldig. Maar waar, wat heeft zij hier aan? Moet je geld geven? Oh ja, geef geld. Superleuk plekje gevonden bij La Olivia. Of is, oh nee, La Oliva. La Oliva, de olijf. Hoi, Harley. Zaro, we zijn echt met ordinaire mensen aan tafel. Wil jij een stripclub? Een stripclub. Dus wij een, wie een bestellen met ginger beer? Romein is altijd zo gezellig. Yeah. Oh, ik ben onwijs vervelend. Wist jij dat? Ze is wel een helemaal nog niet aan mij gehad. Jill, jij bent toch ook wat je neemt? Ja. Oh. Eww, wat is dat? Wat is dat? Vito Verano is erg lekker. Ja, maar bij het 7-up. We hebben een bitch fight. Ik had net ook een bitch fight met jou, hè? Jij bent niet het doel vandaag. Ja, nee, jij bent een vreselijke persoon vandaag. Jij bent echt zaggerijnders. Jij bent de hele dag arrogant. Al. Jij bent zaggerijnders de hele dag al. Ik heb een burrata met spaghetti. Harley heeft de chili. Harley, we hebben hetzelfde. Jij hebt nog geen eten. Oh, je hebt hetzelfde. Kijk hoe lekker wat ik erbij heb. Mama is een beetje tipsy van 2 slokjes. Ja, allebei. En daar is Jill. We are back. Yes, we are. Gebrand. Ik ben niet gebrand. Echt wel. Jezus, wat heb ik veel potatoes. Lekker. Oh, Jill heeft wat besteld hoor. Wat is dat, Jill? Sea bud met curry. Ik wil net zeggen, sausje wil ik ook. Oh, wat is er nou weer? Hebben jullie ooit wel eens echt ruzie? Ik denk meer omdat shooten best vermoeiend is, ook al zullen sommige mensen dat het onderschatten. Het onderschatten. Nou, het is echt heavy. Ik vind het echt 7 dagen lang en dan ochtend, middag en avond tot 's nachts. En dan nog ook die sets bedenken. Wij doen natuurlijk ook alles. Dus we moeten ook in de make-up gebruiken en de sets, de covers klaarmaken. We zijn altijd duidelijk dat we zeggen, hoezo willen we altijd alles zelf en kunnen we niet gewoon een model inhuren? Maar ja, uiteindelijk zijn we toch blij met het eindresultaat. Zoals nu zijn we thuis. Toch wel heel leuk. En als je dan al die foto's ziet.
Ja, maar waar ruzie over hebben is meer dan gewoon dat we dan te vaak met elkaar zijn geweest, denk ik. En dan doen we elkaar zijn we chagrijnig, omdat we dan moe zijn, niet meer willen. En dan geven we elkaar de schuld als we een foto kopjes niet pakken, kopjes opruimen. Ja. Dat zijn de meeste dingen dat we denken, goed dan nou. We hebben echt verschillende locaties gehad in Ibiza. Ja. We zijn naar Paradiso geweest, we zijn naar Casa Cook geweest, wat een onwijs mooi nieuw hotel is in Ibiza. Wat ook heel goed bij onze crème kleur van de collectie passen, dat zwarte. En nog een nieuwe kleur, maar dat gaan we niet zeggen. Nee. Dus als jullie überhaupt een nieuw hotel zoeken om te blijven in Ibiza, zouden we Casa Cook aanraden. Daar zijn we dus geweest. Ja. We zijn nog naar Biki Wu geweest. Biki Wu, Paradiso. Paradiso, het strand, bij Ashram. Bij Ashram, strand. We zijn er nog meer geweest, dat was het volgens mij. Boot hebben we gehuurd. De boot gehuurd. We zijn nog een paar geweest. Het is echt gewoon te veel om niet op. Zoveel verschillende beeldmateriaal. Met pruiken, zonder pruiken, andere make-up looks. We hebben zelfs op een dag twee make-up looks gedaan om te veranderen. Dus we hebben echt alles eruit gehaald. Bij elke dag gingen eten, lunchen, ontbijten. Zoals bij Passion. Bamboeda. Bamboeda. We zijn bij El Chiriquito, hebben we nog foto's gemaakt op het strand. Dus overal waar we waren, hebben we foto's gemaakt. Ja, ik kwam er niet omheen. We hebben de tijd goed benut. En wat gaan we volgende week zien? Volgende week staat op de vlog, hè? Mystery guy. Magic mind. We zijn 5 minuten klaar, hoor. Ja. Wat wij volgende week allemaal gaan doen is echt huge. Want het gaat over onze wenkbrauwen. Het gaat over de wenkbrauwen. Wij gaan onze wenkbrauwen. Wat we gaan doen, vertellen we eigenlijk niet. Nee, ik ga ook niet vertellen bij wie. Jullie moeten gewoon volgende week gaan kijken. Maar we gaan een hele metamorfose doen met onze wenkbrauwen. Dus ben jij benieuwd? Oh my god. Oh my god. Ik schrijf je ook mee kijken. En onze zus is jarig en onze vader is jarig. En gaan we hun verjaardag leuk vieren met familie. Bij Acura. Dus jullie gaan helemaal over de top met de bruid volgens mij. Dus ik hoop dat ik op tijd een broek binnenkrijg dat ik ga aandoen. Maar ook dat en de outfit en de looks ga je allemaal volgende week zien. Dus blijf ons volgen. We hebben nog veel meer leuke dingen voor jullie in petto. Dus dat was het eigenlijk. Love. Love.